We zijn weer thuis, gelukkig. Ik vind het altijd heerlijk om weg te gaan, maar ook weer heerlijk om thuis te komen. Buiten schijnt het zonnetje, binnen liggen de medailles van Paul Spierings. Paul, 3 keer Dakar, 3 medailles. En je startnummer wordt ook steeds lager, zie ik. Wat jij al aangeeft, hè, dat het super mooi is dat we weer thuis zijn. Hè. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Maar als ik hier dit zie schitteren op tafel, dan zie ik mijn nummertjes steeds beter worden. Ja, nou daar gaan we het straks over hebben. Heel even, je begint met startnummer 129. Is natuurlijk ook een beetje logisch, want als je voor het eerst meedoet, dan krijg je een hoog startnummer. Maar ja, als je daar nu naar terugkijkt, dat is wel top hè, zo'n nummer. Ja, echt waar. En als je dan meekrijgt zeg maar, wat je heel dag ziet, hè, want je rijdt dus als 129ste en moet jij aanrijden de eerste dag zonder proloog, zonder iets. Ja, de eerste dag hoor je ergens rond de 50ste plek en zo. Ga je elke keer een stapje naar voren, maar die eerste dag en die tweede dag eigenlijk, dat je ligt te ploeteren door het zand, tussen de stenen, door het stof, maakt het zo ontiegelijk gevaarlijk, maar zo mooi dat je dan met zo'n goede uitslag weer aan de finish komt elke dag. En denk je dan wel eens van, waarom? Waarom ben ik hier? De eerste keer toen ik ging, toen reed ik eigenlijk de eerste grote duinen in Peru omhoog. En toen stopte ik boven op de duin. Ik was nog nooit gestopt in een wedstrijd, een motorelement in niks. Hè. Want ik ga altijd tot de vlag. Ik stopte en ik keek om. Hoe kun je in godsnaam hierboven komen? Je rijdt naar beneden. Je rijdt 160, 170 naar beneden. Je pakt de glooiing en je komt gewoon net boven. Je schakelt gewoon 3, 4 keer terug. En je kunt net boven komen. Ja, eigenlijk moet je nog een zetje krijgen. Hè. Laat een stukje en dan de kip met de voet mee. Ja, en ik stopte boven op de bult en ik keek naar beneden. Of bult, berg, heuvel was het. En ik denk bij mijn eigen, ja, we zijn hier rijk aan doen. Ja, maar ja, punt 1, het uitzicht was prachtig. En ja, heel de route was gewoon geweldig. Ja, en als je dan, ja, gewoon 3 medailles. 3 keer meedoen, 3 medailles. Hoe trots ben je dan? Wat voel je dan? Ja, toen ik de eerste keer in Peru was, had ik mijn vader bij. En die zei toen zo heel mooi, die zei ik ben zo trots als een hond, dat is even wel. Maar in ieder geval, je kunt het eigenlijk niet beschrijven. Als je het meegemaakt hebt, dan is het zo moeilijk om het te vertellen. Dus ik denk gewoon, degene waar het echt kribbelt en die de kans kunnen krijgen die ik gehad heb, ja, dan moet je gewoon meteen aangrijpen. Ja, maar wat het mooie is, ja, ik mag dan mee om jou te filmen, om het evenement in beeld te brengen, om dat thuis in de huiskamer een beetje mensen mee te laten krijgen. Maar voor mij is het al gewoon een fantastisch avontuur. En dan hoef ik nog niet eens te zorgen dat ik op tijd voor donker binnen ben. Hè? Nee, dat klopt. Ik heb jou gewoon langs de weg zien bivakeren, hè, 's morgens vroeg. Met de ijspegels en het tentje, maar ook midden in de zon zonder schaduw. Wat jij doet is ook gewoon echt een hobby en een sport, maar het is gewoon, het is prachtig. Ja, mooi hè? En heb jij dan ook, hè, want dat heb ik namelijk altijd, dan zit ik mijn tas in te pakken voor de terugreis en dan zit ik eigenlijk al een onderscheid te maken van dingen die ik weggeef, die in de was moeten, maar ook dingen, denk ik van ja, maar die moet ik even in dat vak doen, want die heb ik volgend jaar weer nodig. Ja, ik heb zo 2 grote bakken eigenlijk en die staan gewoon bij mij in de schuur. En dat staat gewoon op Dakar en alles wat daarin zit aan stiftjes, aan clipjes, aan oordopjes, aan reservesetje oordopjes, zo warme handschoenen. Dat is echt gewoon 2 bakken. Daar heb ik alles in zitten. Ja, daar kijk ik heel het jaar niet naar om. Maar als ik het inpak, heb ik alles. Dat was zo moeilijk om het de eerste keer in te pakken. En als ik nu naar huis toe ga, net als afgelopen dag, dan doe ik de klep open. Dan zeg ik, oh ja, dit zit hier. Hier zitten mijn speciale oordopjes op maat gemaakt, op in de tas. En ja, ik hoef ze volgend jaar maar te pakken.
Ja, mooi hè. En het andere wat ik, ja, mooi is niet het goede woord, maar wat mij zo intrigeert van het evenement, we kunnen hier uren praten over mooie dingen die ik meemaak. Maar dan maak ik hem ook mee als hij zo groot is. Paul kan een grote bek hebben, dat weten we allemaal, ik zeker. Maar dan kom ik hem tegen aan het eind van een proef, dan gaat die helm af. En dan maak je dingen mee, Paul. En dan zeg je, ik heb bijna iemand dood zien gaan. Letterlijk. En ik heb hem gereanimeerd. En dan heeft hij ook zo'n hartje. Dan ga je ook in een overlevensmode. Dat is de andere kant van het evenement. Wat er ook bij hoort. Ja, dan word je altijd een beetje stil van natuurlijk. Ja, als je dit onderwerp aangesneden wordt. Ja, maar het hoort er ook bij, Paul. Het is, weet je... Je weet dat je daar naartoe gaat. En dus eigenlijk in alle faciliteiten van sport en extreem, mag ik het gerust noemen. Dan weet je dat dat de andere kant is, zeg ik altijd, rond die gouden plank. Maar ja, het was echt een aangrijpende dag, die vierde dag. Want eigenlijk staat de wereld op je kop, op de kop. Je weet gewoon precies wat je wil. Maar aan zo'n dingen kun je niks aan doen. Hè? En bij die jongen lag ook een steen onder het gras, onder het zand. Met het zand erop, de zon laag, de zon in de ogen. En toch hard willen rijden. Ja, dat zijn van die puntjes. Ja, dan moet je eigenlijk op je gemak houden. Maar op zo'n moment kun je weer zien, voor die jongen viel ook iemand. Dus er was alweer een opwekking van stof. Ja, dan kun je gewoon niks anders doen dan heel veel geluk hebben. Hè? En ondertussen dat hun daar samen gevallen waren, kwam ik eigenlijk aan. Ja, ik heb het jou daar al verteld, maar in ieder geval... het was zo aangrijpend dat je eigenlijk naar iemand toe loopt die niet beweegt, die niet ziet ademen. Normaal is iemand gevallen of val je zelf. En dan is het wel van dat je een handje opsteekt, hè? Of je geeft een signaal af. Hier kwam gewoon helemaal niks vandaan. En op het moment dat ik eigenlijk naartoe rende, was dat kippenvel. En ik ben eigenlijk meteen naar die motoren toe gelopen van die andere jongens. Heb ik overal de safety knop ingedouwd, de rode voor de helikopter. Kreeg meteen signaal terug. Ik heb ook expres op alle drie de knoppen geduwd dat ze wisten dat het serieus was. Het nummer doorgegeven om wie het ging. En eigenlijk is het gewoon heel goed afgelopen. Maar het rare is, want dan sta ik bij de finish en dan kijk ik in je ogen. En dan zie je meteen van, oei, die heeft iets meegemaakt. En dan weet ik niet wat je hebt meegemaakt. Want dat kan of keihard gevallen zijn of iets heel zwaars. Maar dit was dan wel heel extreem. Nou ja, heel hard gevallen was hij niet. Want die motor zag er nog redelijk nieuw uit. Dus dat, hè. Maar dan, ik merk aan jou meteen, oei, er is wat gebeurd. En dat is op een rare manier misschien wel, Paul, vind ik dat ook het mooie van het evenement. Dat we daar met z'n allen zijn, dat ik daar ben, dat jij daar aankomt. Ja, dan zetten we de camera even niet aan, want dan moet je even je verhaal kwijt. En dat is niet een verhaal wat je zomaar even doet. En dat vind ik toch, ja, dat daarom hou ik ook van het evenement. Begrijp wat ik bedoel? Dit is gewoon een evenement en dat kan ik gewoon al zeggen na drie keer. En dit is geen gemaakt evenement. Dus alles wat je hier eigenlijk ziet, dat is gewoon puur de waarheid. En dat wordt gewoon, natuurlijk wordt ooit wel iets anders in beeld gebracht. Maar zo'n dingen kun je niet omheen zeilen, zeg maar. En dat is ook wel het spannende, zeg maar. En als ik heel eerlijk ben, heb ik na drie keer een hele goede Dakar. Met het eerste jaar gewoon een super Dakar, gewoon heel dag in het zand. En afgelopen jaar, zeg maar, met het overlijden van Edwin. Dan ga je al met een ander gevoel, zeg maar, naar de Dakar toe. Want normaal gesproken stuurt iemand mij een berichtje en dan zeggen ze, oh Paul, succes en doe je best. En afgelopen jaar kreeg ik van iedereen een berichtje, oh Paul, succes en kom hier om naar huis. Ja, zorg dat je thuis komt. Ja, en dan elke keer als je een bericht krijgt, dan is dat berichtje superleuk en dat waardeer ik heel goed. Maar laat die laatste zin alsjeblieft weg. Ja. Want daar is iets gewoon, wat je al aangaf, grote mond en natuurlijk... Ik weet wel precies wanneer ik het moet doen, hè, want anders kun je het niet zo ver schoppen, daar kan ik er gerust bij zeggen. Maar dat is wel het ergste, zeg maar, wat er is. En nou ga je er een startje, maak je de eerste dag iets mee, wat eigenlijk meevalt vergeleken de vierde dag, want er kan volgens mij niks ergers zijn. Ja, ik kan alleen aangeven dat ik op het juiste moment, op de juiste plek was voor Santos, zeg maar.
Ja, mijn eigen heeft echt al een mentale klap gehad. Want ik heb gewoon de vijfde en de zesde dag gewoon tot de rustdag. Hè, gewoon als een kanarie in de motor gezet. Volgens mij zei je na de rustdag tegen mij, toen ik kwam je ergens tegen. Ik denk bij de start zelf, dat je zei van, ik ben er weer. Ja, dat klopt, ja. En, ja, hè? Ja, ik heb dranken verboden in Saudi-Arabië, hè? Ja. Alcoholistische dranken dan. Maar ik had gewoon een blikje bier gewonnen, de rustdag. Dus ik heb gewoon mijn eigen echt zitten ontspannen met een lekker blikje bier. En ik was gewoon, ik was er echt van ontdaan, zeg maar. En zo heb ik ook 2 dagen gereden. En na de rand het navigeren ging weer, ik kon het weer onthouden. De plaatjes, zeg maar, die kon je opslaan. Je hoefde niet 3 keer terug te kijken. Ik heb ook echt heel wat tijd verloren, maar ik kan alleen maar zeggen, ik heb een leven gered en ik ben heel terug. Dus dat is eigenlijk al een overwinning. En we hebben weer een medaille. Maar de volgende medaille, en hoe dat gaat, gaan we het nog over hebben. Maar wanneer begint eigenlijk het denken aan zo'n medaille voor jou? Want het is niet dat we in september denken van, oh ja, Dakar, dan zullen we toch maar weer eens een beetje fit worden. Een motor op laten bouwen en gas erop. Nee, dat is eigenlijk begonnen te kriebelen nadat ik 2 jaar zeg maar de complete sponsoring bij elkaar had. Met een grotendeels door Albers. Die ik nog steeds heel erg dankbaar ben natuurlijk dat hij mij naar deze lat gebracht heeft. Daarna, toen viel ik eigenlijk in een gat, want er viel gewoon een grote som weg. Michael zijn bedrijf verkocht en ik geef hem groot gelijk natuurlijk. Hij zei, Paul, nu is daar niemand anders in beurt. En toen ben ik eigenlijk met een goede vriend, zeg maar, die bij mij een keer een kliniek kwam doen, heb ik de Bresshouwerdy gereden. Ja, en daar ging het wieltje zo vlug rond. Dat ik eigenlijk voordat ik naar huis toe ging, gewoon weer zin had om eigenlijk Dakar te rijden. Hè. Heel het jaar geen motor gereden. En door de corona natuurlijk, waar heel veel mensen last van hadden. En toen ik eigenlijk de Bresshouwerdy naar huis toe ging en ik was een week thuis, kwam er een telefoontje binnen. Van Paul, ga jij Dakar rijden? Ik zeg ja, ik ga naar een voorbeeldje Dakla pakken. En Rob van Veghel, de plantenkwekerij, die belde op. En dan de JC Straaltechniek, die hebben eigenlijk met drieën gewoon mijn Dakar in grote lijnen zeg maar weer mee uitgezet. De andere sponsoren die ik had, daar kan ik al jaren van motorrijden mee vooruit. En ik ben super blij dat die mensen mij natuurlijk ook helpen. Want anders was het gewoon onmogelijk. Maar door die drie dacht ik bij me, ik heb 3 kindjes, ik ga 3 van die medailles halen. Ik moet er gewoon 3 hebben. En het is me nog gelukt ook. Dus super trots. Ja, maar dat klopt, hè, want het was volgens mij, zei je dat tegen mij, we staan. Ik weet niet eens wat, we staan ergens aan de finish. En je zegt, heb je wat eten voor me? En toen kwamen ze met eten aan voor jou. Dat was super toeval dat het allemaal ook... Was lekker, hè? Was goed eten. Ja, maar toen zei je, ik heb 3 medailles. Maar ik wil eigenlijk 6 hebben, want ik heb 3 kinderen. Dus we gaan er nu 3 halen. En dan gaan we er daarna weer 3 halen. Maar niet op de motor. Nee, de motor is echt, dat mag ik wel zelf zeggen, dat hoor ik ook van iedereen. Iedereen heeft superveel respect van je als je met de motor Dakar uitrijdt natuurlijk. Want het is gewoon het zwaarste element, alleen rijden, alleen navigeren, echt alles alleen doen. Maar het is ook, ik vind het ook het mooiste wat er is. Ja, dat is het ook echt waar, maar ik heb zeg maar afgelopen jaar heb ik een paar keer in een side-by-side gereden. Oh. In een side-by-side gezeten. En ik heb een keer een rondje met de vrachtwagen meegereden. En ik heb in een auto gereden, dan voel je eigenlijk wel heel weinig. En ik denk wel dat ik voor de veiligheid zeg maar bovenaan mijn bucketlist ga zetten. Alles wat ik kan doen. Ik zeg natuurlijk niet dat ik nooit meer op de motor stap, maar voorlopig hebben we niet. Voorlopig ga ik, staat mijn gedachte niet aan om Dakar te rijden met de motor. Dus ik heb al eigenlijk de laatste 3 weken, want we zijn 3 weken eigenlijk terug nu, bijna 4. Al heel veel gesprekken gehad. Er zijn er weer heel veel nieuwe potentiële mensen die zich gemeld hebben. Om terug te komen moet ik nog meer mensen spreken. Maar ik weet zeker dat ik goed ga komen. En dan gaan we met, of wil je dat nog even gewoon ik denk dat we dan nog even in het midden moeten. Maar het heeft 4 wielen. Zullen we daar maar vanuit gaan? Ja, het heeft 4 wielen en misschien heeft hij er wel 6, maar weet je wat het is? Ik ga het niet van tevoren roepen, want als ik het niet waar kan maken, dan kan het goed nog eens zijn dat ik volgend jaar gewoon weer op 2 wielen. Maar daar gaan we niet vanuit? Nee, daar ga ik zelf ook niet vanuit. Maar we zien wat het wel gaat.
En dan kunnen mensen zich melden, op de hoogte blijven via alle social media kanalen. Ja, social media kanalen bij ons. Zelfs LinkedIn. Ja, LinkedIn zijn we ook weer actief, ja dat klopt. Maar ik heb iemand voor mijn Instagram, zeg maar, en mijn media en mijn marketing heb ik hulp bij gekregen. En ja, dus mijn motocross brand staat natuurlijk ook alles dikke druk op. Die is eigenlijk al een jaar of 10 bij mij zeer actief, die ook alle filmpjes maakt. Dus ja, ik denk gewoon dat wij hier op terug moeten komen. Nou, dan geef ik hem een maand of 5. En dan gaan we aan deze tafel zitten. En dan gaan we maar eens even bekijken wat we in 2022 in Saoedi-Arabië gaan doen, vriend. En dan één ding, gewoon veilig thuiskomen. Dat is veel belangrijker natuurlijk.